Ik had het met over gereedschap, de Mounier-tang, had ik het over. En toen reageerde iemand, ik weet even niet meer zijn naam, maar zal ik er eens even onder zetten. Die zegt, ja, heb je van Knipex die Mounier-tang eens gezien? Toen keek ik, toen zag ik weer dit soort tangen. Maar toen ik goed keek, toen stond er ook een Knipex kracht Mounier-tang. Nou, en je kent mij wel, denk ik. Dan moet ik hem hebben ook. En, aangekomen. Vol verwachting klopt mijn hart. En, kijk. Hij lijkt erop. Maar is niet hetzelfde. Hij is... Deze is breder om in je handen beet te pakken. Dit is smaller, geloof ik. Dan moet ik dat bewijzen ook. Nou, niet veel op het eind. Dat is ongeveer hetzelfde. Maar het lijkt net of die smaller is. Dit is wat robuuster. Dus dan heb je voor de betonvlechter, waar die eigenlijk voor bedoeld is, is dit waarschijnlijk een soepeler tang dan deze. Nou, is dit de kracht... Mounier-tang. Nou is dit een ouwetje, dus hij is nog aardig scherp, niet helemaal. Ik ga eens kijken met een spijker. Ik heb hier een 4-duims, dat is ongeveer 10 centimeter, ja dat klopt. Dat is een 4-duims en dit is de helft, dat is een 2-duims. Nou die 2-duims moet je heel makkelijk kunnen afknijpen, maar deze heb ik al moeite mee. En ik doe hem even in die doos. Zo, nou het gaat wel, maar niet echt makkelijk. En dan pak ik deze. En dat gaat veel makkelijker. Dus deze. En volgens mijn buurman Erik is deze ook anders geslepen. Als deze. Dat zou je misschien kunnen zien. Dat die anders geslepen is. Nou, hij knipt in ieder geval een stukje makkelijker. Ik durf dat zonder een doek wel te doen. Schiet ook weg natuurlijk. Maar dat is redelijk te doen. Terwijl dat andere knipex knippert, zeg maar. Die ging nog makkelijker dan deze. En die andere, die heb ik niet meer. Ja, heb ik wel. Maar daar heb ik iets anders van gemaakt. Daar heb ik een holletje ingeslepen. Maar daar kom ik nog wel op terug. In een andere tip. Nou is dit een 4-duimer. Dan zou ik dat met die... Nou, dat lukt dan helemaal niet meer. Met deze. Dat kan je wel vergeten. Dat gaat niet. Maar... Nou heb ik toch nog een beetje hoop dat die op deze wel gaat. Nou, ook niet enthousiast. Nee. Dan krijg je hem ook niet door. Dus daar is hij niet voor gemaakt. Nou, voor een betonvlechter ligt dit lekkerder in de hand, denk ik. Maar ik geloof dat die €32 kostte. Vind ik toch een aardige prijs. Ja, nou. Het is een beetje een luxe uitgave voor mij. Die voldoet ook, want als je echt wil knippen of zagen, dan moet je toch ander gereedschap hebben dan dit. Deze is totaal 30 centimeter lang. Deze is totaal, nou, ruim 28. Dus hij is 2 centimeter korter. Scheelt je ook in je kracht? Ja, misschien wel. Als je lastige houtsoorten hebt, en ik als timmerman in de bouw heb meestal geen lastige houtsoorten hoor.
En wat is een lastige houtsoort? Het is dat de draad alle kanten op gaat. Als je, hoe je ook schaaft en hoe scherp je schaaf ook is, je krijgt hem niet mooi glad. En daar gebruiken we dan schrapijzers voor. En nou hebben we ook van die schrapschaven, staat de bijtel recht, dus die snijdt niet. Dit moet ik trouwens even schoonmaken, maar dat schrapt eigenlijk. Kijk, dan gaat dit ook nog los. Ja, daar betaal je godsvermogen voor zo'n schaaf. Dus, en als je dan zo de ruwe oppervlakte hebt, net als dit, met de lijmresten en zo, dan zou je dat heel snel, nou, ik moet hem iets grover afstellen, want hij gaat niet hard genoeg naar mijn zin. Hier zit een. Dan sta ik er een beetje raar voor. Gaat natuurlijk niet zo hard als gewoon schaven, maar je krijgt wel een mooie oppervlakte van. En je hebt ook nog van die losse staal, schrapstalen dat je uit de hand zo ronddrukken. Ik heb nou even geen zin om dat allemaal op te zoeken. Maar ik zag bij gitaarbouw dit dingetje. Daar gaat het nu even mee om. Dat is ook een schrapstaal. Dat is, die hoeven niet rond te buigen. Dat is gewoon een recht voor uit de hand. En als ik voel, dan voel ik de braam aan die rand zitten. En er staat wat ingegraveerd. Een gitaarhals. Dus ik denk dat je dat. Of zo. Dan kan je ook ronde, holle dingetjes mee schrappen. En dan kan je voorstellen dat bij een instrument dat nog wel eens voorkomt. Kijk. Ik denk dat moet ik eens even proberen. Nou. Ik zie de verf eraf gaan. Dus dan. Dit is natuurlijk een stuk goedkoper als zo'n schaaf. En ja, als je geen kilometers hoeft te schrappen, dan is zo'n dingetje natuurlijk wel leuk. Maar ik kan niet zeggen dat ik nu zeg, hoera, wat is het nou fijn dat ik dit nou heb. Ik voel daar niet zoveel van. Nou, kan ermee door. Dus wil je een gitaar gaan bouwen? Zo'n schrapijzertje is er ook. Ik was niet van plan, dus ik weet het niet. Hij ligt in mijn kist, waarom zou ik dat willen? Misschien als ik hier zo'n verfvlek heb en ik wil het weg hebben, zo. Kijk, die schrap ik zo weg. Huppakee. Ja. Daar zou die dan wel. Ja, dan krijg je iets wat beschadigd is of in een kastje of zo. Zou dat wel. Ja, nou. Ik loop niet te gillen van enthousiasme.